Zo, ik zit hier in de auto met de heer Lubbers. En dat is wel een van mijn helden, want hij was echt een van de allereerste die met elektrisch rijden begon. En nu rijden we dus eventjes in de Tesla naar Koos Andriessen toe. Ja. Hoe begon die interesse eigenlijk voor elektrische auto's? Nou, dat komt omdat ik een man van duurzaamheid ben. En hoe is die duurzaamheid dan weer begonnen? Hier in Kralingen ben ik opgegroeid als jongetje. Maar geboren in 1939. En toen toen ben ik getrouwd in 1962. Kreeg ik kinderen. En toen viel mij op in Kralingen dat diezelfde wijk waar ik opgroeide, dat mijn kinderen niet meer in open water konden zwemmen. Mm. Dat we last hadden van zure regen. Toestanden met het milieu. Als ik naar Den Haag ging in diensttijd, dan kreeg ik een jerrycan mee van mijn vrouw om drinkbaar water mee te nemen. Nee, is echt waar wat ik allemaal vertel. Okay. Dus eind 60e jaar dacht ik, Rotterdam doet het geweldig met de uitbreiding van de haven en allerlei petrochemische projecten. Maar het is een ellende met het leefklimaat. En toen heb ik mijn eerste, zeg maar, publieke baantje genomen. Ben ik lid geworden van de Rijnmondraad. Dat is dus 60e jaren. Maar dat gaat dus later door. Toen ik in de politiek zat, heb ik geschreven met collega's natuurlijk. Het eerste integrale natuur- en milieubeleidsplan voor Nederland. Dus toen, die materie leefde bij mij. Ja, ja. En al heel vroeg dus al. Ja, en toen ik de politiek uitging, toen ben ik eigenlijk nader mee gaan, dingen gaan doen voor het, zeg maar, het milieu. Ja? Ja. En daar hoorde dus ook bij de belangstelling voor het elektrisch rijden. En welk jaar was dat dan? Nou, ik ga uit de politiek in 94, dus dat is 95. Ja. 18 jaar geleden? Nee, de tijd, ja. En dat krijgt natuurlijk steeds nieuwe impulsen. Ja. En daar begon dus op het enige moment belangstelling, hé, nou kan je ook elektrisch rijden. Hmm. Dus dat vond ik moeite waard. Maar er was helemaal niks. Er was nog niks. En er waren dus wel mensen die met hybride auto's kwamen, toen de tijd. Mm-hmm. En ik zat er eens een beetje over na te denken. En toen kreeg ik bezoek van de baas van Essent. Niet over elektrisch rijden, mm-hmm. maar die wilde wat advies hebben als je dat ging verkopen aan een buitenlands bedrijf. Waar je een beetje rekening mee moest houden. En die zag een folder op tafel liggen. Welk jaar was dit? 2005. Mm-hmm. Ik weet dat, want toen ik was, toen daarvoor was dus het was 10 jaar verder eigenlijk. Ja, want ik ben eerst hoogleraar globalisering geworden. Ja. En toen heb ik voor de UN gewerkt als hoge commissaris voor de vluchtelingen. Het is gewoon een gewone auto, maar wel een mooie auto, die Tesla. Ja, en hij reed 400-500 kilometer, hè? Ja, het is een geweldige reach. Daar komen we dan zo op. En toen ben ik dus dat gaan doen. En toen zeiden die mensen, nou, dat doen we met een 2 dozijn of 20 werknemers. Dat waren dus auto's als, zoals ik had, bijvoorbeeld een Passat. Maar ik denk dat het ongeveer standaard was. En dan ging ik rijden en daar heb ik maar 1 voorwaarde gesteld. Dat wij wonen op 2 plaatsen hier. En bij een vakantiehuis, zeg maar, mm-hmm. bij Hoenhorst, dat is bij Delfts een dorpje, dat is 160 kilometer. Oh ja, en dat moet je wel kunnen halen. En dat wilde ik in 1 keer kunnen halen. Dat was wel een flinke accu in voor die tijd. Die moest vrij een beetje opgepept worden, want normale reach was minder. Dus mm-hmm. die Tim de Lange die zei, dat kan ik, dat doen we. Mm. Maar mijn vrouw en ik waren wat zenuwachtig, dus in het begin dan dacht ik, wat is dat, red ik niet. En dan belde ik ergens aan en dan zei ik, kan ik hier misschien met een stekkertje een beetje bijladen. Mijn vrouw vond het niks. Nee, dat snap ik. En, maar ik zei wel nee, die mensen vinden het leuk als ik langskom. Dat vonden ze ook allemaal leuk natuurlijk. Was gratis, ja. Eeuwig onderste knopje is het. Ja. Dat is de cruise control, die knopje. Ja, ik deed ook altijd dat soort dingen. Dat vond mijn vrouw ook inderdaad helemaal niks. Dus dat was het verhaal, dat is het begin geweest. Maar haalde je dat nou, die 160 kilometer? In het algemeen wel, maar in het begin, ik vond uit dat het, als ik dacht dat ik het niet haalde, dat ik gewoon te zenuwachtig was. Ja, ja. Misschien is je nog 1 keer voor controle geweest, maar nee, niet echt. Hm.
Dus het was niet nou, een auto met was. Een auto in 2005 met 160 kilometer echte reach, ja, dat was wel iets bijzonders. Dat was bijzonder. Ja. Dat was ook een beetje opgepept. Het was een dure accu die erin zat. Dat denk ik. Ja. Dus dat, zo begon ik. Nou, dat was de tijd dat niet lang daarna opgericht werd ELAAT. Mm-hmm. Dat is een landelijke organisatie die nog steeds bestaat om gewoon oplaadpuntjes te maken. Ja, publieke oplaadpunten. Toen kreeg je de steden en die deden eigenlijk hetzelfde als ELAAT, maar dan in de stad. Dus dat waren nou, alle Amsterdam, steden, het was vooral Amsterdam. Amsterdam, want de rest, Rotterdam. In het begin maakten ze dat nog extra aantrekkelijk door niet alleen stroom gratis te leveren, maar ook parkeren. Maar ook het parkeren. Dat is dus geleidelijk aan natuurlijk verminderd. Mm-hmm. Ja, nou, zo gaat het door. En nu leven we met de Tesla. Ja, dat doet u. Ja. En dat is natuurlijk by far de grootste reach, de meest capabele auto. Tesla is hier nu stevig in Nederland ook begonnen, geloof ik. Ja. Tilburg. Maar... Ja, de eerste 1000 rijden rond. En alle auto's voor Europa worden hier ook gemaakt. Ja. Of in elkaar dus gezet. Dat is het verhaal van de auto, zeg maar, van mij. Ja. En dan ben ik hier een erg geanimeerd, wederzijds. Ik heb mijn zoon Bart, dat is mijn tweede jongen. En die kwam op een gegeven moment naar mij toe. Want ik had gezegd toen ik heb vroeger met een broer van mij in een familiebedrijf gezeten, heet Hollandia. Moet even op de rem trappen nu. Hij liep, hij gaat iets achter je aan. Zo. Ja, Hollandia, dat kennen we natuurlijk allemaal. En dat is, daar ben ik gesplitst eind 90er jaren. En toen had ik dus wat geld over. Ik zei, dat wil ik vooral in duurzaamheid doen. Hm. Dus het begon eigenlijk heel simpel door aandelen te kopen in Triodos. Ja. Ja. En dan nam ik dan stukjes af als je een initiatief wilde nemen. Op een gegeven moment kwam mijn zoon Paul bij mij, Bart. En die zei, ik heb twee leeftijdsgenoten ontmoet en die hebben een leuk project in Delft. Die willen snelladers ontwikkelen. Epion, ja. Epion. Ja, dat is een goede investering geweest. En toen zei hij, daar stap ik in. Ik zei, ja, wat is de bedoeling dan? Nou, zei hij, we willen het samen ontwikkelen. We nemen dan ook een stukje aandelen in. Ik word ook commissaris, dus ik ga het mee steunen. Ik zei, ja, maar als het een succes wil, dan moet je een hele grote fabriek bouwen. Ik zei, nee, dat gaan we niet doen. Daar hebben we ook het geld niet voor. Maar dan gaan we gewoon kijken welk bedrijf in Europa er interesse in heeft. En dat is dus gekocht door ABB. Ja. Toen dacht ik, nou, dan is die van de zorg af. Dat is een leuk succes. Dan gaan we eens andere dingen doen. Ja, maar dat smaakte naar meer. Dat smaakte naar meer. Toen zei ik, nee, want ik heb nu een clubje ontdekt in Estonia. Gaat zijn ogen open. En die gaat voor snelladers. En die heeft dan, dat was wat geld. De overheid uitgedaagd mensen wat ermee te doen. En die hebben al een netwerk in Estonia. Dus we beginnen niet, die snelladers is niet alleen. Het is natuurlijk ook de software die je moet ontwikkelen. Ja. Dus daar gaan we even voor. Nou ja, toen kreeg hij natuurlijk een heel traject dat hij de overheid moest overtuigen. En toen zei ze dus, ze hebben uitgerekend, je hebt dan kan toch best langs de grote wegen. Ja, natuurlijk in aanvulling met wat je in steden hebt. Hè. Ja, en wat in Estonia was gewoon een klant van Epilon, hè? Ja. Ja, dus dat was niet zijn eigen project, maar hij wou datzelfde doen. Zo leerden ze het kennen. Ja. En toen zei hij tegen zijn vrienden, toen dat allemaal geld uitkwam, waarom gaan wij niet voor een vastnet? Maar dat vonden ze toch geen goed idee. Dus om hetzelfde, eigenlijk een landelijk dekkend snelladernetwerk in Nederland in te zetten. Terwijl er nog geen auto rondreed. Nee, toen zei hij, dit is het kip-en-ei-probleem. Ja. Daarom heeft hij ook nu zijn eerste station gebouwd in Barneveld. Ja. Heeft iets met hij heeft al de eerste zes nu. Ja, nu heeft hij zes dingen. En nu gaat hij certificaten verkopen. Ja, dus nu is hij bezig met de financiering. Ja. Ik heb al de eerste certificaten verkocht. Oké, leuk. Onderste, weer. Handgeschreven briefje. Oké. Ik zei, ik wil de eerste aandelen hebben. Nou, de certificaten dan. Hij heeft dat wel slim gedaan. Geen aandeelhouders, alleen maar certificaten. Ja. Dus dat stimuleert natuurlijk, dus ik volg dat ook wel enigszins, hoe dat gaat. Dat interesseert me natuurlijk. Mm-hmm. En die mensen hebben gelijk. Ja. Geef u me even die gas, probeer maar even gas. Dan voelt u even hoe een Tesla rijdt. Ja.
het aardige is, als je het gas ook loslaat, dan remt hij ook sterk op de motor. Dan, ja. Je hoeft eigenlijk gewoon bijna de gaspedaal niet... Nee, je hebt geen rempedaal eigenlijk haast niet te benutten. Ja, ik heb nu geen auto meer. Dus ik rijd nog wel eens in de auto van mijn vrouw. Ik heb mijn, geen elektrische auto meer? Nee, maar dat komt ook omdat ik een ernstig ongeluk heb gehad. Wat fataal zou zijn geweest als het geen elektrische auto was. Want door een omstandigheid, een paal, weet ik, zweefde ik door de lucht. Halve draai, het kwam plat neer. Het was totaal los. Ja, ja, dat was niet met de, op de Binnenhof? Nee. Heeft u ook wel eens een keer een paaltje? Dat zijn kleine rotpaaltjes. Dat was een groot ongeluk. Ja. En dat, toen heb ik wel eens nagedacht, moet ik eigenlijk doorgaan? Ik werd nu 75. En toen heb ik de knoop doorgehakt. Goh, dat is dus wel een besluit, hè? Ja, dat is dan een besluit. Maar hoe doet u de mobiliteit dan nu? Dus uw vrouw die rijdt nog... En u rijdt nog prima, zo te zien. Ik rijd openbaar vervoer. Ja. Ja. Ik rijd een deel met mijn vrouw of ze rijdt mij. Ja. En er zijn toch ook trajecten waar mensen een auto sturen. Dus als ik uitgenodigd word voor iets, dan zeg ik ja, doe me lol. Dan zorg maar dat je hem ophaalt. Zorg maar dat je hem ophaalt. Ja, dat zijn van die ontzettend van die studentenchauffeurs. Hè, en die heb je heel veel. En die vinden dat ook, fantastisch leuk om te praten. Ik heb ook een dienst waar je het kan doen. Ja. Ja. Dus ik, dat is gewoon, nou, ik wil niemand lastig vallen. Dan doe ik dat wel eens een enkele keer. Ja. Maar het is ook leuk om met die jonge mensen ook gewoon een beetje... Die vinden het natuurlijk hartstikke leuk om te praten over alle ervaring die u heeft. Ja. Dat vond ik zelf het leukste vroeger met liften. Ik lifte altijd. Daar kwam je altijd de meest interessante mensen tegen. En die allemaal gewoon fantastische verhalen vertelden. Daar had ik altijd heel veel voordeel van. Ja. Dat is een mooi baantje. Hoe vindt u het rijden? Prima. Prima. Maar ja, het is, eigenlijk niet, eerlijk. Nee? Ja, natuurlijk een prachtige auto van Tesla. Ja, wat weer. Ik kan me eigenlijk geen mooiere auto voorstellen, lijkt mij. Ik had er natuurlijk veel van gehoord, maar ik heb er nog niet in gereden. Je moet met alles natuurlijk precies wat u zegt even wennen, hè. Hoeveel die automatisch remt, hoeveel pedalen je nodig hebt. En ik ben natuurlijk eigenlijk nu een onmogelijke rijder. Want dit is een auto die omvraagt om benut te worden. Nee hoor, ik vind elektrische auto's en ook Tesla's, daar kun je heerlijk rustig in rijden. Ja. Het is lekker, je kunt lekker met elkaar praten. Je hebt helemaal geen, je wordt niet gestoord. Ik rijd er eigenlijk over het algemeen heel rustig mee. Ja. Waar woont u zelf? Amsterdam. U hoeft tegen mij geen u te zeggen. Okay. Ik ben Vincent. Vincent, ja. Nou, draaien in de Tesla, dat gaat prima. Nou, nee. Ik voel ik een beetje stokkerig, klungelig. Maar goed, er komt ook heel weinig rij natuurlijk. Nou, ik vind het prima gaan hoor. Ik voel me helemaal veilig. Ik wel dat u wel voelt dat dit wel heel makkelijk rijdt. Ja. Hoe is nou het verschil tussen deze auto en die eerste elektrische auto die 160 kilometer kon rijden? Die reed die ook lekker? Die reed ook lekker. Ja, ik heb er altijd met plezier in gereden. En dat je geen versnellingen hoeft te hanteren. Ja. Was daar ook al in natuurlijk. Natuurlijk, ja. Dus dat was goed. En dat die stevig is zwaar. Kenmerk van elektrische auto's is dat ze zwaar zijn. Vanwege de accu. Ja. Vanwege de accu. Ja. En dat herken ik ook hier weer in. De zwaarte, de massa. Ja. Kijk meneer Lubbers, ik zit hier met 187 kilometer nog. Dus ik ga je nu zo meteen terugrijden naar Rotterdam en dan moet ik weer naar Amsterdam. Oké. Dus dan, dat red ik wel. Dank voor het rijden van de Tesla. Ja? Ja, ik vond het de moeite waard. Zo'n Bart is wel weer met goede dingen bezig. Ja, ik hoop het maar. Rijden. Als je dat zo ziet, het verschil gewoon... Ik kijk het toch ook vooral bedrijfsmatig, niet hoe hij in die auto rijdt. Maar je kent die stationnetjes die hij al gebouwd heeft. Mm-hmm. Ik vind het heel goed dat hij nu gezegd heeft, dat is goed, dat doe ik. Mm-hmm. Dus mensen die met al mijn verhalen komen, dat het nog weer een beetje anders kan, nee. Ik heb maar één smaak, deze. Ja. Die wil ik een aantal achter elkaar doen, dat ik landelijke dekking heb. Ja, dat vind ik ook briljant. Ja, een grote fan van Fastnet. Ja. Heeft u het boek gelezen? Ja, vond ik leuk. Leuk, hè? Schrijft ook goed, hè? Hij schrijft hartstikke lekker weg. Ja. Iedereen die dit ziet,
boek lezen, Fastnet, gratis te downloaden. Ja.